Hallo leerlingen, dit is meneer De Maat met weer een natuurkundeles. We hebben het over het hoofdstuk elektriciteit, hoofdstuk nummer 3. Dit is les nummer 3.3.3. En in deze les gaan we het eigenlijk hebben over de twee typen schakelingen die er bestaan binnen elektrische circuits. Dat is allereerst de serieschakeling en vervolgens de parallelschakeling. Nou, we gaan het dan natuurlijk hebben over stroomsterkte, spanning en weerstand. De drie begrippen die we eigenlijk in de vorige les hebben besproken. En in beide gevallen zal ik een aantal rekenvoorbeelden laten zien. Dus deze les gaan we vooral veel rekenen en ik wil dat je die opgaves ook zelf in je notebook maakt. Nou, in de les zullen we vervolgens gaan werken aan de digitale opgaves van paragraaf 3.3. Nou, veel leerlingen vinden het erg lastig om formules te herschrijven. En ik wil jullie daar even een ezelsbruggetje bij leren. Nou, laten we beginnen met de wet van Ohm. De belangrijkste wet eigenlijk binnen de elektriciteit. En die wet die moet je dus ook uit je hoofd leren. Maar om nou meteen drie formules uit je hoofd te leren, dat is misschien wat verwarrend. Ik raad je daarom ook aan om de belangrijke formule uit je hoofd te leren. En die laat ik je altijd zien. In deze is dat de weerstand is gelijk aan de spanning gedeeld door de stroom. Nou, veel van jullie weten dat dit voorbeeld 6 gedeeld door 2 altijd een uitkomst 3 geeft. Het is daarom heel erg makkelijk vaak om gewoon getallen in te vullen die je kent. Daar weerhoudt niemand je van en dat is een erg makkelijk ezelsbruggetje. Dus ik heb voor de spanning heb ik 6 ingevuld, voor de weerstand 3 en voor de stroom heb ik 2 ingevuld. Nou, laten we die getallen eens een andere volgorde zetten, zodat we de uitkomst voor de spanning krijgen. Nou, de spanning was 6. Hoe krijgen we 3? En met 3 en 2, 6, dat weten jullie allemaal, dat is vermenigvuldigen. Dus om de spanning uit te rekenen, moet ik de weerstand vermenigvuldigen met de stroom. Nou, bedenk zelf eens eventjes, wat zou de formule kunnen zijn voor de stroom? Nou, als je de getallen 3, 6 en 2 hebt en je moet de uitkomst hebben 2, dan is dat erg makkelijk. Dan is het 6 gedeeld door 3. Dus in dit geval is dat de spanning gedeeld door de weerstand. Nou, nogmaals, onthoud vooral de bovenste formule en zorg dat je in staat bent om de formule te herschrijven. Oké, we gaan het over elektrische circuits hebben, serie en parallel. In beide gaan we heel vaak een tekening maken en het is belangrijk dat je de symbolen kent die ik daarvoor ga gebruiken. Nou, erg makkelijk, de draad is gewoon een lijntje tekenen. En dit symbool kennen de meesten van jullie ook wel, dat is het symbool voor een lampje, dus een cirkel met een kruisje erin. Dan heb je gelijkspanning en heb je wisselspanning. En gelijkspanning en wisselspanning, daar zit een groot verschil tussen. En dat heeft ermee te maken dat je weet allemaal dat elektriciteit eigenlijk de stroom is van elektronen. Nou, bij gelijkspanning stromen die elektronen de hele tijd dezelfde kant op. Bij wisselspanning stromen ze eerst die kant op en dan stromen ze die kant op. En zo wisselt dat zich af. Wisselspanningbron hoef je niet echt te leren. Een schakelaar moet je wel weten. We zullen schakelaar 9 van de 10 keer in een open situatie tekenen, omdat het gewoon duidelijker is. Maar als we berekeningen aan het doen zijn, dan gaan we er natuurlijk vanuit dat de schakelaar dicht is, zodat er daadwerkelijk een spanning kan optreden. Voor de rest zullen we een amperemeter vaak gaan intekenen. En kijk goed hoe ik een amperemeter teken. Een amperemeter ligt in de draad. Dus alle elektronen stromen door de amperemeter en zodoende kan je de stroom meten. Een voltmeter daarentegen plaats je altijd over een element heen, bijvoorbeeld een weerstand of over de spanningsbron. En daarom zijn er aan beide kanten 2 haakjes getekend, dat die ergens overheen wordt geplaatst. Nou, voor de rest moet je weten hoe we een weerstand tekenen. Dat teken ik altijd in de vorm van een rechthoekje. Vaak zet ik er ook de waarde bij in ohms. Nou, een andere weerstand is bijvoorbeeld een speaker, waar dus geluid uitkomt. En eigenlijk alles waar een energie overbrenging plaatsvindt, dus van elektriciteit naar bijvoorbeeld licht, een lamp, daarin is dus ook een weerstand, of naar geluid of een speaker is dus ook een weerstand. Nou, weerstanden worden dus altijd op die manier getekend. Laten we allereerst gaan kijken naar serieschakelingen. Nou, serieschakelingen zijn de makkelijkste schakelingen, want die zien er eigenlijk altijd zo uit. Er is maar 1 stroomkring, dus alle elektronen stromen door deze draad en door die weerstanden heen. Je moet je goed realiseren dat elektronen niet kunnen verdwijnen. Ze kunnen niet opraken. Het enige wat op kan raken is de energie in de elektronen. Dus de elektronen die hier stromen door deze draad, ja, dat zijn dezelfde elektronen die daar stroomden. Dat zijn er ook dezelfde elektronen zijn die tussen de weerstanden stromen, door de weerstanden stromen en daarna er ook weer uitkomen.
Dus het is erg makkelijk om, om de stroom in een seriecircuit te berekenen. Want dat is namelijk overal hetzelfde. De totale stroom is gelijk aan de stroom door de eerste weerstand, is gelijk aan de tweede weerstand, is gelijk aan de stroom door de derde weerstand. Nou, dat was de formule voor stroom. Laten we voor de rest eens gaan kijken naar spanning, het andere element natuurlijk, binnen elektriciteit. Nou, de totale spanning, die wordt geproduceerd door de batterij. En herinner je nog dat de spanning, dat was eigenlijk de kracht die de elektronen door het circuit heen duwde. En je moest dat altijd over twee punten heen meten. Nou, dat kan ik dus aan de voor- en aan de achterkant doen van de batterij. En dan meet ik dus de totale spanning over de weerstand. Het verschil in spanning tussen die plek en die plek. Dat is wat je meet. Nou, wat er gebeurt bij een serieschakeling is dat als je de spanning over de eerste meet, de spanning over de tweede en de derde meet, dan zal je zien dat de spanning, de totale spanning gecreëerd door de batterij, die wordt eigenlijk verdeeld over die weerstanden. En daardoor krijg je dus dat de totale spanning is de spanning over de eerste, plus de spanning over de tweede, plus de spanning over de derde, plus de spanning over de vierde, en zo voor erg. Nou, dan hebben we dus over de stroom en over de spanning gehad. Dan is er nog een derde element en dat is natuurlijk de weerstand. En de weerstanden zouden we ook kunnen uitrekenen. We kunnen de totale weerstand van het circuit berekenen. Hoeveel weerstand krijgen de elektronen nou voor hun kiezer om er doorheen te stromen? Nou, de weerstanden, daar is een vrij makkelijke formule voor. Al die elektronen moeten door deze, moeten door die. Dus de totale weerstand van het circuit is eigenlijk de som van alle weerstanden bij elkaar opgeteld. Dat is dus een vrij makkelijke formule om toe te passen. Nou, wat je bij elektrische circuits altijd moet toepassen, is de wet van Ohm. Die moet je altijd paraat houden. Nou, een rekenvoorbeeld. De vraag is, spanning in een serieschakeling. Bereken de spanning over weerstand nummer 1 en over weerstand nummer 2. Bereken de totale spanning van de batterij. Nou, voor dit voorbeeld heb ik de formules op de slide erbij gezet. Maar bedenk goed, in de toets moet je al deze formules zelfstandig kunnen produceren. Dit zijn alle formules die je nodig hebt in een seriecircuit. Nou, wat is er gegeven? Er zijn een aantal dingen gegeven, dat is de stroom en de beide weerstanden zijn gegeven. Zet de video eventjes stil en reken deze opdracht even zelfstandig uit. Nou, om met vraag A te beginnen. We willen eigenlijk de spanning weten over beide weerstanden. Dus als ik dat zou willen meten, pak ik een voltmeter en die plaats ik over die weerstand heen. En dan kan ik meten wat is het verschil aan de voor- en aan de achterkant. Dat kan ik ook bij de tweede doen en ik wil dat ook bij de derde. Nou, aantal formules weet ik. Ik weet dat de totale spanning is de spanning over de eerste plus de spanning over de tweede. Dus die formule ga ik zeker toepassen. Eens even kijken. Dit zijn alle gegevens die gegeven zijn. Stroom en de weerstanden zijn gegeven en ik wil de spanningen wil ik weten. De formules die ik nodig heb zijn deze formules. Ik begin natuurlijk met de wet van Ohm. Die heb ik altijd nodig. Dus de wet van Ohm zegt je dat de weerstand is de spanning gedeeld door de stroom. Nou, ik moet niet de weerstand uitrekenen, ik moet de spanning uitrekenen. Dus ik herschrijf de formule eventjes en die ziet er als volgt uit. De weerstand vermenigvuldigd met de stroom is gelijk aan de spanning. Nou, de totale spanning die had ik al gevonden. Dus laten we maar beginnen met invullen. De spanning over de eerste weerstand is de weerstand zelf vermenigvuldigd met de stroom die er doorheen loopt van 1,5. Uitkomst 3 volt. Hetzelfde doe ik met de tweede en mijn uitkomst is 9 volt. Nou, ik wist al dat deze formule ook toepasbaar was. Dus als ik de spanning over de eerste plus de spanning over de tweede, krijg ik de totale spanning geleverd door de batterij. En dat is in dit geval 12 volt. Nou, dit is een goed rekenvoorbeeld om je verder te gaan verdiepen in de opgaves die we straks in de klas gaan maken in paragraaf 3.3. Let goed op, je moet zoeken naar een woord serie- of parallelschakeling, zodat je goed weet welke formules je moet gaan toepassen. Oké, de volgende is parallelschakelingen. Parallelschakelingen werken een beetje anders als serieschakelingen. Serieschakelingen, om je een voorbeeld ervan te geven, zijn bijvoorbeeld de kersverlichting in een kersboom. Dat zijn allemaal lampjes die aan elkaar zijn geschakeld. Valt er één lampje uit, dan vallen ze allemaal uit. Het merendeel van de apparaten in jouw huis om je heen en de lampen boven je, die zijn allemaal parallel geschakeld.
Het grote voordeel aan parallelschakeling is dat bij een parallelschakeling als één lampje kapot gaat, de rest gewoon blijft branden. En dat is dus iets heel anders als bij een serie schakeling, waarbij één lampje, als die uitvalt, alles uitvalt. Nou, parallelschakelingen. Een voorbeeld van een parallelschakeling kan dit zijn. We hebben weer een spanningsbron en in dit geval weer drie weerstanden. Nou, zoals we net ook begonnen met serie, zal ik beginnen met de stroom. En de stroom is een beetje anders in een parallel circuit. Nog steeds is het de hoeveelheid elektronen die op een bepaald punt stroomt. Maar het geval is dit. Als ik de stroom voor of na de eerste weerstand wil meten, dan zal ik niet de totale stroom meten. En dat komt omdat de elektronen op dit punt eigenlijk een keuze hebben. Ga ik naar links of stroom ik door naar onder? Nou, een deel zal dus naar links gaan en een deel stroomt naar onder. Vervolgens kunnen ze hier weer kiezen, ga ik naar links of naar onder? Dus de stroom die ik op deze plekken meet, die is niet overal gelijk. Wat ik wel weet, is dat de stroom door de weerstand heen gaat. Al die elektronen gaan door die weerstand en komen aan deze kant weer bij elkaar. Dus de totale stroom zal aan de andere kant van de batterij weer gelijk zijn aan de stroom aan de voorkant van de batterij. Want het totaal aantal elektronen wordt niet minder, de energie in de elektronen wordt minder. Dus de formule die we moeten gaan toepassen bij een parallelschakeling is ten opzichte van een serieschakeling anders. De totale stroom is de stroom door de eerste plus de stroom door de tweede plus de stroom door de derde enzovoort. Nou, laten we eens kijken naar spanning. De totale spanning wordt natuurlijk geproduceerd door de batterij. Dus dat is mijn maximum. Kan nooit hoger gaan als de spanning die gecreëerd wordt door de batterij. Nou, de spanning. Het mooie van de spanning in een parallel circuit is dat de spanning overal gelijk blijft. Zodra je iets parallel aan iets gaat schakelen, is de spanning over die twee gelijk. En dat is een voordeel, want dat maakt de formule dus erg makkelijk. De totale spanning is de spanning over de eerste, is de spanning over de tweede, is de spanning over de derde. Erg makkelijk. Nou, vervolgens gaan we het natuurlijk ook nog hebben over weerstanden. Die weerstanden bij een seriecircuit waren die achter elkaar geschakeld. Nu zijn ze niet achter elkaar geschakeld, maar zijn ze eigenlijk los van elkaar geschakeld. Nou, een belangrijk iets is om te onthouden is dat bij een serieschakeling alle weerstanden bij elkaar opgeteld de totale weerstand was. Maar in dit geval kan je ze niet bij elkaar optellen rechtstreeks. Wat je moet onthouden is dat de totale weerstand van het circuit zal altijd kleiner zijn als deze waarde, altijd kleiner zijn als die waarde en altijd kleiner zijn als die waarde. Dus je kan altijd je uitkomst controleren om te kijken, is mijn totale weerstand minder als die waardes? Dan heb je het in principe goed gedaan. Nou, de formule die je hiervoor moet toepassen is een beetje een vreemde formule. 1 gedeeld door echt totaal, 1 gedeeld door de totale weerstand is 1 gedeeld door weerstand nummer 1 plus 1 gedeeld door weerstand nummer 2 plus 1 gedeeld door weerstand nummer 3. Ik zal je dadelijk in een voorbeeld laten zien hoe je met deze formule kan gaan werken. Nou, natuurlijk is vanzelfsprekend dat je de wet van Ohm hier gaat toepassen. Onthoud die dus. Nou, het eerste voorbeeld is dit voorbeeld. Twee weerstanden zijn parallel geschakeld. Weerstand 1 is 4 ohm en weerstand 2 is 2 ohm. Bereken de totale weerstand van de schakeling. Nou, ik geef jullie allereerst even een makkelijk voorbeeld om te laten zien hoe je met breuken kan werken. Want dat vinden toch een aantal van jullie best pittig. We hebben deze formule, dat is de formule in een parallelschakeling. Dus parallel is een erg belangrijk woord in de opgave. Zoek altijd naar parallel of serie, zodat je weet welke formules je moet gaan toepassen. Nou, dit zijn de waardes die waren gegeven en ik wil de totale weerstand wil ik uitrekenen. Dit is de formule die ik ga toepassen. En die kan ik gewoon gaan invullen en dan krijg ik voor 1 gedeeld door de totale weerstand, krijg ik 1 gedeeld door 4 plus 1 gedeeld door 2. Nou, dit kunnen de meesten van jullie zo wel bij elkaar optellen. Maar op den duur zullen we moeilijkere getallen gaan krijgen met niet hele erg overeenkomstige noemers. En daar zou je een trucje moeten gaan uithalen. Wat je dus moet gaan doen is, je moet zorgen dat de noemers gelijk worden. En in dit geval is het verstandig om een 4 te kiezen. Nou, dan is het 1 vierde gedeeld door 2 vierde. Dan kan je het bij elkaar optellen en dan krijg je eigenlijk 3 vierde. Dat, het meeste van jullie lukt dat aardig. Maar veel leerlingen geven nou op de toets als uitkomst dat de totale weerstand 3 vierde ohms is. En dat is fout. Waar we het namelijk over hebben is dat 1 gedeeld door echt totaal, dus het omgekeerde van de totale weerstand, is 3 vierde. Nou, als het het omgekeerde is, dan zullen we iets moeten gaan omkeren om daadwerkelijk de totale weerstand te kunnen uitrekenen. Nou, dat heb ik eventjes wat groter hier genoteerd, omdat ik zeker wil zijn dat jullie dit doorhebben.
1 gedeeld door de totale weerstand was 3 gedeeld door 4. Nou, ik ga het nou omkeren. Dus wat ik eigenlijk doe is, ik pak echt totaal en die draai ik om met die 1. En dan krijg ik dus echt totaal gedeeld door 1. Nou, wat ik aan de linkerkant van de is-streep doe, mag ik ook aan de rechterkant van de is-streep doen. Sterker nog, je moet dat doen. Dus ik moet het aan de andere kant ook omdraaien. Dus in plaats van 3 gedeeld door 4, krijg ik 4 gedeeld door 3. En nu heb ik eigenlijk staan, echt totaal is 4 gedeeld door 3. Want echt totaal gedeeld door 1, alles kan je delen door 1 en het blijft hetzelfde. Dus echt totaal is 4 derde, dat kan je vervolgens uitschrijven als 1,33 om. Vergeet niet, alle antwoorden bij natuurkunde moet je in wetenschappelijke notatie noteren. Dus in dit geval 1,3 maal 10 tot de macht 0 ohm. Want ik hoef de komma geen enkele plek op te schuiven. Oké, een opdracht voor jullie. Dit zijn de twee opgaven. Reken in beide situaties de totale weerstand uit. Wat ik vergeten ben te noemen in deze opgave is dat het om een parallel circuit gaat. Dus je hoeft niet de formule toe te passen van series circuits. Je moet de van parallel circuit toepassen. Weerstand 1 heeft 40 ohm, weerstand 2 65 ohm. In opgave B gaan we met 3 weerstanden rekenen. Eentje van 20, eentje van 32 en eentje van 15 ohm. Zet de video even op pauze en probeer in beide situaties de totale weerstand uit te rekenen. Succes! Nou, laten we allereerst beginnen met op te schrijven de dingen die zijn gegeven. Nou, we weten de eerste weerstand, de tweede weerstand en de totale weerstand is mijn vraagteken. We hebben het over een parallel circuit of een schakeling, dus we kunnen deze formule toepassen. Nou, laten we hem gaan invullen. 1 gedeeld door 40 plus 1 gedeeld door 65, maar dat kunnen we niet bij elkaar optellen. Dus we moeten ervoor zorgen dat de noemer in deze gelijk wordt. Nou, als je de noemer wil gelijk trekken, dan is het handig om gewoon de getallen die onder als noemer fungeren, om die met elkaar te vermenigvuldigen. Dus 65 maal 40 en je krijgt 2600, dat is een erg prettige noemer om mee te werken, want die zijn al allebei gelijk. Dan moet je nog weten wat komt er boven de streep te staan. Nou, hier stond 1 gedeeld door 40, dat wordt nu 65 gedeeld door 2600. Hier stond 1 gedeeld door 65, dat wordt nou deze 40 gedeeld door 2600. Nou, dan kan je alles bij elkaar optellen en krijg je dit getal. Nogmaals, let goed op, dit is het getal, de uitkomst van 1 gedeeld door echt totaal. Het omgekeerde van de weerstand. Dus je moet deze omdraaien. Nou, dat doe ik hier. Van echt totaal gedeeld door 1 is 2600 gedeeld door 105. Nou, moet je je rekenmachientje pakken, voer je dit in je rekenmachientje en je krijgt de totale weerstand. De totale weerstand is 24,76 ohm en zorg ervoor dat je hem in wetenschappelijke notatie uitschrijft. Je kan je antwoord altijd controleren bij een parallelschakeling door te kijken naar de totale weerstand. Die moet kleiner zijn als weerstand nummer 1 en weerstand nummer 2 en dat is het geval. Dus waarschijnlijk heb je je berekening goed uitgevoerd. Nou, de volgende situatie is bijna identiek, dus ik zal daar eventjes snel doorheen gaan. We hebben alleen nu te maken met 3 weerstanden. Nou krijg je, als je dat gaat invullen, 3 verschillende noemers. En nogmaals, als je de gezamenlijke noemer wil uitrekenen, dan is het een kwestie van alles met elkaar vermenigvuldigen en je krijgt de noemer 9600. Nou, om boven de teller dan nog een getal te krijgen, moet je eventjes goed kijken. Je moet dit getal vermenigvuldigen met dit getal. Dan krijg je die 640, dus 20 maal 32, 640. Je moet de 32 vermenigvuldigen met de 15 om op 480 uit te komen. En je moet de 20 vermenigvuldigen met de 15 om op 300 uit te komen. Nou, dan heb je overal dezelfde noemers. Je mag de tellers bij elkaar optellen en krijg je dit resultaat. Let goed op, dit is het resultaat voor 1 gedeeld door echt totaal. Het omgekeerde van de totale weerstand. Dus je moet het geheel omdraaien. Dat heb ik hier gedaan. 9600 gedeeld door 1420, dat vul je vervolgens in op je rekenmachientje. Je krijgt dit getal eruit en schrijf het in de wetenschappelijke notatie. Nou, hopelijk zijn deze opgaves goed gegaan. Het zijn best pittige opgaves, maar probeer ze vooral nog een keertje te herhalen. Lukt dat niet? Vraag me de volgende les voor wat assistentie. Nou, ik heb nog 1 opgave om deze les af te ronden. Dat is de spanning in een parallele schakeling weer. En wat je moet uitrekenen is de totale weerstand, de stroomsterkte van de batterij en de stroomsterkte door beide weerstanden. Dus ik heb dat even opgeschreven. Wat is er gegeven? Ik heb ook jullie de formules gegeven. Zet de video eventjes op pauze en maak deze opgave uit. Nou, de totale weerstand kunnen we uitrekenen in een parallel circuit door deze formule toe te passen.
Ik ga hem niet zo uitgebreid uitwerken als de vorige opgaves, want het werkt in principe hetzelfde. Dus ik ga hem invullen. 1 gedeeld op 10 plus 1 gedeeld op 30. Als je dat invult, krijg je 7,5 ohm. Die schrijf je natuurlijk weer in wetenschappelijke notatie. Vervolgens moet je de stroomsterkte berekenen van de batterij. Nou, als we de totale weerstand hebben en we hebben de totale spanning, nou, dan kan je de wet van ohm toepassen op de totale stroom. Nou, de totale stroom, pakken we de wet van ohm voor, die herschrijven we een beetje. Dus de totale stroom is de totale spanning gedeeld door de totale weerstand. Kwestie van invullen, 0,8 ampère. Eventjes herschrijven tot wetenschappelijke notatie. 8,0 maal 10 tot de macht min 1 ampère. Nou, dan de laatste stap. Bereken de stroomsterkte door beide weerstanden. Nou, de stroomsterkte wordt in principe opgedeeld, want de elektronen mogen splitsen. Dus die waarden zullen niet gelijk zijn als de waarden van de totale stroom. Nou, wat we kunnen doen, is we kunnen opschrijven wat er gegeven is. Nou, we weten dat de spanning in principe over de spanningsbron of over de verschillende weerstanden, is hetzelfde, want dat was bij een parallele schakeling het geval. Weerstanden zijn gegeven. Wat ik wil weten is dus de stroom, daar gebruik ik de wet van ohm voor. En dat kan ik invullen voor de eerste. Dus in de eerste is dat 6 is de spanning en de 10 is de weerstand 0,6 ampère. Voor de tweede kan ik dat ook doen, dat doe ik hier, 0,2 ampère. En kijk eens goed, het totaal was 0,8, dus 0,2 plus 0,6 is in totaal 0,8 ampère. Vergeet niet om beide waarden ook weer eventjes in wetenschappelijke notatie te schrijven. En dan heb je het in principe helemaal goed gedaan. Nou, de volgende les gaan we werken aan de digitale opgaves van paragraaf 3.3. Ik hoop dat je veel aan deze les hebt gehad. Mocht dat zo zijn, steek even een duimpje hieronder op en abonneer je op mijn kanaal. Fijne dag!